Hi, goedemorgen. Goedemorgen, het is gewoon vrijdagmiddag, het is 2:30. Ik zit aan mijn eettafel en ik ben van plan iets anders doen. Ik heb mijn bril op, want ik ga even op de laptop, die staat hier zo, daar zo, zitten lezen. Dit is de eerste aflevering van een serie die ik van plan ben te maken. Als je herrie hoort trouwens, ik ben koffie aan het zetten en de tuindeur staat open. Maar goed, de serie is, wat vind ik ervan? Wat vind ik ervan? Dit is een film die ik gezien heb. Ik ben zaterdag, eergisteren is dat, naar de film geweest. En daar ga ik een soort review van maken. Maar dat kan zijn, wat vind ik ervan? Een film, wat vind ik ervan? Een restaurant, wat vind ik ervan? Een winkelervaring. Wat vind ik ervan? Een product testen of een eetreview ergens van maken. Wat, behalve make-up. Make-up blijft een aparte categorie op mijn kanaal. Maar wat vind ik ervan? Kan van alles zijn. Als je leuke ideeën hebt, schroom niet en zet het onder in de comments. Dan misschien kan ik daar wat mee. En dan gaan we wat vind ik ervan mijn mening geven over allerlei winkels, producten, services, hospitality, noem het. Ik ben naar de film geweest The Bullet Train. The Bullet Train is een nieuwe film met Brad Pitt. En ik ga heel even voorlezen wat die... Ik ga jullie een stukje meedraaien zo. Oei! Ja, ik ga heel even voorlezen wat de site van de bioscoop over de film zegt. In Bullet Train zien we Brad Pitt als Ladybug. Een onfortuinlijke huurmoordenaar die vastbesloten is zijn werk voortaan vreedzaam te verrichten nadat zijn klussen iets te vaak zijn ontspoord. Maar het lot lijkt Ladybug niet gunstig gezind, want aan boord van de snelste trein op aarde stevent hij in zijn nieuwe missie af op een confrontatie met dodelijke huurmoordenaars van over de hele wereld. Stuk voor stuk hebben ze een verwante, maar tegenstrijdige doelen. Hij moet het voor elkaar zien te krijgen om van de trein af te komen. Dat is nog maar het begin van een wilde, spannende, non-stop rit door het hedendaagse Japan. Met Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Jones, Johnson, sorry, Brian Tyree Henry, nou en nog wel meer. Er zit een leeftijdsgrens aan van 16 plus. Duurt 126 minuten. En is Engels gesproken. Ja. Het is een actietriller met geweld en vloeken. Krijgt 73 stemmen van view bezoekers. Wat vind ik ervan? Ik ben een Brad Pitt fan. Ik vind Brad Pitt geweldig. Op uiterlijk. Er zijn wel wat films van Brad Pitt die ik leuk vind. Die ik ook echt graag kijk, nog steeds. Maar dat zijn wel films waarbij hij vaak de hoofdrol... nu kan ik mijn bril alweer afdoen. De hoofdrol deelt met iemand anders. Zoals The Devil's Own, dan deelt hij zeg maar de hoofdrol een beetje met Harrison Ford. De Ocean-serie deelt hij de hoofdrol met George Clooney. Interview with the Vampire deelt hij de hoofdrol met Tom Cruise. Of het zijn wel ondersteunende grote rollen, zeg maar. De films waarvan hij voornamelijk zelf de hoofdrol speelt, vind ik over het algemeen niet zo leuk. Maar er zijn heel veel films, ook met DiCaprio had hij een film... Once Upon a Time in Vegas of in Hollywood. Nou, dat vond ik echt heel stom. En The Mexican vond ik heel stom. En Fight Club vond ik heel stom. En nou goed, maar The Bullet Train. Ik vond het leuk om hem weer een keer te zien. Ik zie hier geen namen in staan van grote acteurs. En ik ga geen spoilers geven over deze film. Die een bijrolletje hebben in deze film. En heel onverwacht had ik nog niks over gehoord. Dat je denkt, hey, leuk. Waar gaat het over? Nou, het gaat over een huurmoordenaar die het licht heeft gezien. En eigenlijk een hele eenvoudige snatch
een koffertje uit een trein en stapt de volgende halte weer uit. Een beetje zo'n opdracht. Wat natuurlijk volledig misloopt. Het zijn een beetje wat losse verhalen van moordenaars die door elkaar heen lopen. Het is een beetje flauw humor, maar absoluut grappig. Ik heb absoluut gelachen. Het is absoluut een waard om er naar te kijken. Ik denk... Ja, het is van dezelfde regisseur volgens mij als Deadpool. En dat vind ik absoluut niet grappig. Vreselijke film. Heb ik er echt na een half uur uitgezet. Ik dacht, nou, dit is, ik ga dit niet eens proberen uit te kijken. Ik ga dit niet eens kijken terwijl ik op mijn tablet zit, bij wijze van spreken. Dit is best grappig. Er zitten ook best schrikmomentjes in. Er zitten ook best momentjes in dat je denkt, wow, weet je wel. Ik denk dat ik hem een goede 7,5 geef. Het is leuk tijdverdrijf. Het is de moeite waard om daarvoor naar de bioscoop te gaan. Vind ik persoonlijk. Zou ik hem nog een keer gaan zien? Ik zou hem wel nog een keer willen zien als hij bijvoorbeeld op Netflix of zoiets komt. Ik zou hem niet nog een keer voor naar de bioscoop gaan. Nee, dat niet. Maar een goede 7,5, ja. Het is absoluut een aanrader. Het is absoluut een leuke film. Het heeft een aantal verrassende twists. Het is een leuk verhaal. Het is gebaseerd op een boek, dat wist ik ook niet. Het is een leuk verhaal. Het is leuk in elkaar gezet. Het is spannend bij tijd en wijlen. Het is grappig bij tijd en wijlen. En het is origineel. Ik vind het een origineel verhaal. Ik had nog nooit zoiets gezien. En... Dus wat vind ik ervan? Ja, ik vond het een leuke film. Ik vond het de moeite waard om dat gezien te hebben. En ja, ik zou aanraden, iedereen aanraden om daarheen te gaan. Absoluut. Dit was mijn eerste review van de film. Denk ik. Ja. Like en subscribe. Bedankt voor het kijken naar mijn Hobby YouTube kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende review. Ik ga hier geen tijd aan hangen, hè? We gaan niet elke week één doen of elke maand één doen. Of ik weet niet, gewoon wanneer ik iets leuks tegenkom, dat ik denk, oh, dat kan ik reviewen en dat is leuk en daar kan ik een mening over geven. En dan ga ik die dingen opnemen en posten. De enige waar ik geen mening over ga geven, zijn politiek of godsdienst gerelateerde onderwerpen. Want dan krijg je onpopulaire meningen. Mijn meningen zijn niet heel populair. Ik ben ook niet genuanceerd in mijn politieke of godsdienstelijke mening. En ik vind, ondanks wat mijn persoonlijke politieke voorkeur is, zeg maar, moet iedereen dat lekker zelf weten. Wij hebben ervoor gekozen en het hebben we ook altijd uitgedragen dat wij een neutraal huis hebben. Dus of je nou Partij van de Arbeid stemt of GroenLinks of VVD of je mag je altijd binnenkomen. En of je nou hindoe bent of christelijk of katholiek, dat maakt me allemaal niet uit. Je mag hier binnenkomen gewoon en je wordt gerespecteerd. Maar geen uiting van geloofsovertuigingen, want je mag ook een ander niet beledigen. Wij zijn wat dat betreft heel erg woke in huis. Iedereen mag zichzelf zijn. Ik ben over het algemeen niet heel woke. Ik laat iedereen in zijn waarde, maar er zijn ook dingen die ik niet begrijp. En over dat soort gemeenschappelijk gevoelige onderwerpen gaan we het niet hebben. Dit is gewoon luchtig, leuk. Ik heb een leuke film gezien. Ik heb in een leuk restaurant gegeten. Ik heb iets leuks bedacht. En nou, goed, zo dus. Dat was de disclaimer gelijk. Er zit hier een vlieg op de tafel. Die wil er ook gezellig bij. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En like en subscribe. Laat ideeën achter in de comments. Doei!